Er zijn ook fans die zitten op de tribune en die vinden het gewoon heerlijk dat jullie goed presteren. En die kijken ook een beetje vooruit en die denken van nou, misschien kan je met de winterstop wel 9 punten voorstaan. Ja, tuurlijk. Dat zou natuurlijk geweldig zijn met 9 punten los. Ja, Zakaria, allereerst, je valt uit tweede helft. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Kramp gepakt in een minuut 75, denk ik. Ik ben goed op weg. Ik heb eigenlijk vanaf minuut 1 vol gas gegeven en, om zo het team daarbij te helpen. En na 75 minuten was de tank op. Ja, dat heeft dan denk ik ook wel met ritme te maken, toch? Ja, dat ook natuurlijk. Maar hoe meer wedstrijden je speelt, hoe sterker je wordt. En, ik kan beter vanaf minuut 1 gewoon vol gas geven en weten wanneer je kapot bent om een andere in te laten komen. Ik denk dat dat ook verstandig is en we hebben genoeg spelers op de bank die dat ook dan kunnen opvullen. Ja, voor de rest heb je met een goaltje erbij een prima avond, denk ik, toch of niet? Ja, zeker. Ik denk wij allemaal. Heracles kwam met veel vertrouwen natuurlijk. Ze durfden 1-op-1 te spelen, waardoor wij eigenlijk in de eerste helft een beetje te laag tempo speelden, waardoor wij eigenlijk niet onder de druk van hun konden uitspelen. Maar dat kwam echt door hun? Ja, ook natuurlijk door onszelf. Natuurlijk, spelers moeten ook initiatief daarin nemen. Maar goed, je moet ook de complimenten geven hoe hun druk zetten. En daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Maar goed, we hebben het goed opgepakt en uiteindelijk 4-1 gewonnen. Ja. Vond je het een leuke wedstrijd? Heb je je vermaakt vanavond? Ja, zeker. Als je met de spelers speelt die vandaag op het veld stonden, die waren weer fantastisch. Ja. Die paas van Daley op jou, dat is ook, verleg eens uit. Ja, het is allemaal weer centimeterwerk. Ja, klopt. De eerste helft kon hij het een paar keer doen. Dus in de rust hadden we het afgesproken dat hij daar een oog voor zal hebben. En hij legde hem eigenlijk perfect klaar voor mij. Ja. Maar hoe gaat het dan? Dan loop je even naar hem toe in de kleedkamer en dan geef je hem even zo'n zetje en zeg van hey, geef hem een keertje. Ja, meer eigenlijk in situaties op welke plek waar die zal staan en dan over de centrale verdediger probeert te chippen. Hij is de afspraak nagekomen. Ja, precies. Daarover gesproken, ik zie ook weer tussen Hakim en tussen Quincy weer een soort van handelsmerk ontstaan met zo'n balletje voor en dan of erin schieten of erin koppen. Quincy zegt net, nou, dat is, zo gaat het gewoon, dat kan je niet voorbereiden, maar ik geloof het eigenlijk niet. Ja, het is niet dat ze iets afspreken, ik ben er altijd bij. Het is gewoon voetbalgochme. Natuurlijk, Hakim weet je, wanneer hij een bal klaarlegt voor iemand, is die 9 van de 10 is die perfect. En dat heeft hij vandaag weer laten zien met 2 geweldige assisten. Ja, mooi wapen. Ja, absoluut, maar dat is ook een klasse van hem. Het is een topspeler. Ongeslagen status nog steeds, dat is ook lekker. AZ wint vanavond ook weer. Dat lijkt eigenlijk tot nu toe een beetje jullie echte concurrent wat betreft de posities. Kijk je ook uit naar die wedstrijd daar in Alkmaar? Nee. Daar ben je nog niet mee bezig? Nee, wij zijn gewoon met onszelf bezig. En wij proberen gewoon iedere wedstrijd vol gas te geven om zo goed mogelijk voor de dag te komen. En vandaag is dat weer gelukt en we kijken naar de eerstvolgende wedstrijd en dat is Lille. We kijken niet echt naar tegenstanders hoe hun zullen gaan doen in de komende wedstrijden. Nee, maar ik bedoel meer van, er zijn ook fans die zitten op de tribune en die vinden het gewoon heerlijk dat jullie goed presteren. En die kijken ook een beetje vooruit en die denken van nou, misschien kan je met de winterstop wel 9 punten voorstaan. Ja, tuurlijk. Dat zou natuurlijk geweldig zijn met 9 punten los. Maar goed, er zijn nog genoeg wedstrijden in de competitie die wij moeten gaan winnen om die voorsprong te houden. Dus daarom bekijken wij het wedstrijd per wedstrijd. Tegen Lille kan je gewoon lekker aan de bak, toch? Ja, ik hoop het. Dan ben ik wel hersteld, denk ik.